Is je camper te zwaar? Nou, ik denk dat de meeste mensen dan wel denken, ja, die van mij is te zwaar. En als je denkt dat het niet zo is, zet hem maar eens op de weegschaal op het moment dat je boodschappen hebt gedaan. Je watertank vol is, al dat soort dingen. Je zit er met misschien wel meerdere mensen in. En sommigen, er sprak laatst nog iemand, die had het over 6 persoons. Campers, die verhuurden die. En die zei ook, dat kan eigenlijk helemaal niet met z'n 6 erin zitten, want dan moet je er ook met je set met z'n 6 in zitten. De meeste campers die hebben niet zo heel veel gewicht over. Heel, zoals ze op kenteken staan, hebben ze niet zo heel veel over. Wij hebben nou een vrachtautootje, daarvoor heb je, ik heb gewoon C-rijbewijs, maar je hebt dat eigenlijk niet nodig. Je hebt een C1 heb je nodig. En C1 betekent een vrachtwagenrijbewijs tot 7,5 tons. We hebben toen een werknemer gehad, die kon niet slagen voor zijn C-rijbewijs. Toen hebben we gezegd, nou dan doe je gewoon dat C1. En dan heb ik een iets kleinere auto voor hem gekocht. Of een iets lichtere, hè, een 7,5 tons. Maar het enige verschil is eigenlijk, volgens mij tenminste, dat je allerlei papieren moet, zeg maar de hele allerlei dingen moet weten over Europa, welke vrachtpapier je nodig hebt en noem maar op, dat soort dingen. Dus dat zijn 3 theorie-examens. Voor gewoon een C1 rijbewijs heb je maar 2 theorie-examens nodig. En een praktijkexamen. En ik zat net een video te kijken van omrijden. En volgens mij komt die man ook uit Almelo, in ieder geval daar uit de buurt. Want hij had namelijk in de video kun je zien dat hij dus les had gehad bij Leus. En dat is een rijschool uit Almelo. Daar heb ik nog les gehad op de motor. Nog een tijdje toen. Heel lang geleden. En die heeft het allemaal hartstikke mooi uitgelegd. Wat het dus kost. Waar je op moet letten. En hoe je het dus zo voordelig mogelijk en zo eenvoudig mogelijk kunt doen. En dat het eigenlijk best meevalt. Dus als je een camper hebt die te zwaar is. Nou, iedereen die nou kijkt die een camper heeft, ik denk dat 9 van de 10 nou gaan denken, hey Freek, dit ga ik doen. En er zit één maar aan, moet ik er even bij zeggen. Als je op leeftijd bent, dus zeg maar echt oud bent, dan want je moet namelijk een medische keuring moet je ondergaan. Dus je moet wel, de ogen moeten redelijk goed zijn en zo, al dat soort dingen. Ik ken iemand, die heeft ook een vrachtwagenrijbewijs, die heeft een zware camper, zo'n Amerikaanse camper. En die is blind aan één oog. En die heeft nou echt een probleem om dat rijbewijs te mogen behouden. Hij kan wel gewoon zijn normale B-rijbewijs houden, maar C-rijbewijs, ik weet niet eens of hij hem nog wel heeft. Misschien is hij hem wel kwijt. Dus dat is even een maar. Ik kan nou alles gaan uitleggen. En heel mooi vertellen misschien. Maar hij heeft die video gemaakt en ik denk bij mezelf, bekijk die video, daar heeft hij trouwens 2 over gemaakt, maar deze video die ik hieronder link, die gaat over dat CE-rijbewijs. En dan heeft hij nog een andere video, dat is dan deel 1 en dat gaat dan over hoe je kunt zien hoe zwaar je camp is. Dus die video moet je ook even gaan kijken. Dus, of hoe zwaar je camp is, maar hoe, dat kun je natuurlijk zien als je op de Weersbrug gaat staan. Maar hoeveel erin mag, hoeveel kilogram je mag meenemen. Dus bekijk die video even, ik zet de link hieronder. En dan kun je eventjes zien hoe dat werkt. Ik heb in een reactie heb ik gegeven, want er is 1 opmerking op die video, of opmerking. Hij neemt echt de goedkoopste weg, alleen de keuringsarts. Hij heeft een hele dure keuringsarts. En de eerste keuringsarts die ik had, die kostte ook iets van 160 euro volgens mij. Die kwam bij ons thuis. En dan moet je eventjes kijken. Je armen wat bewegen en de benen omhoog en dat soort dingen. Een paar vragen invullen en klaar was Kees. 160 euro. Belachelijk. Hij betaalde volgens mij 100 euro, maar dat zie je in de video wel. Vind ik ook nog steeds belachelijk, want je zit er maar een paar minuutjes. En ik heb in Heerenveen een keuringsarts gevonden en dat volgens mij betaalde ik toen, dat was dus de tweede keuring waar ik toen moest doen, volgens mij betaalde ik toen 45 euro of zo. En ik denk dat ik de laatste keer iets van 50 heb betaald. Dus bel even rond
voor een arbo-arts die dus zo'n keuring doet voor een zeg maar medische keuring voor het rijbewijs. En bel de 20-30 op mijn pad. Maar bel of mail en vraag om een prijs. Maar daar kun je heel veel geld mee verdienen. Al met al is het eigenlijk niet zo heel moeilijk om een C1 rijbewijs te halen voor een zwaardere camper. En ook niet zo heel duur. Dus waarom zou je het niet doen? Kijk maar even naar de video.